Ik heb een paar kleine tips en echt fantastische apps. Misschien was het je al opgevallen, ja, mijn achtergrond. En deze heb ik zelf gemaakt. En zo zie je dat je de Polaroid foto in je galerij hebt staan. De achtergrond veranderen van mapjes. Hi allemaal, ik ben Rosalie. En vandaag ga ik samen met jullie mijn MacBook en telefoon organiseren. En dat houdt dus eigenlijk in dat ik met kleine korte tips jouw leven een beetje wat meer rust en orde kan geven. Ja, zo drastisch ook weer niet. Maar in ieder geval, ik heb een paar leuke tips waardoor je bijvoorbeeld je MacBook en je telefoon een beetje kan oppimpen. Dus, ben je benieuwd wat ik in deze video allemaal te vertellen heb? Kijk dan snel verder en doe vast dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onderin om niks meer te missen. En dan gaan we maar gewoon lekker beginnen met alles organiseren. Laten we beginnen. Let's go! En deze video kan natuurlijk niet beginnen zonder dat ik de comment van de week heb voorgelezen. Voor de mensen die nog niet weten wat de comment van de week inhoudt. Als je iets leuks, liefs of iets anders achterlaat hieronder deze video, dan kan je de comment van de week van volgende week worden. Dus het kan bijvoorbeeld zijn een video ideetje of zo. En dan kan ik je de volgende keer uitkiezen om ook in deze video terecht te komen. En de comment van de week is van Lotte Linderhof. En ze zegt, hey, superleuke video. Misschien een leuk idee om een keer oude foto's terug te kijken met ons. Dat lijkt me echt heel erg leuk om een keer te doen. Ik heb echt best wel van die pareltjes ertussen zitten. Dus wie weet dat ik hier ooit een keer een video over wil gaan maken. Laat even weten in de comments of je dat leuk lijkt. En misschien dat ik dan wel mezelf een beetje ga exposen. Laten we beginnen met de tips voor je telefoon. Dus hoe kan je nou het beste je telefoon organiseren? Ik heb een paar kleine tips en echt fantastische apps die echt iedereen moet downloaden. Dus laten we daar maar eerst snel mee aan de slag gaan. Als het goed is, zien jullie nu mijn schermopname hier aan de linker of rechterkant. In ieder geval aan één kant van mij. En zo kunnen jullie even meespieken met wat ik precies zie op mijn telefoon. Allereerst wil ik jullie meenemen in de app Klok. En dit is zo'n app wat ik eigenlijk toen ik nog geen wekker zette, nooit gebruikt had. Dus ik had ook een soort van de neiging om het eigenlijk te verwijderen. Maar sinds dat ik vaker mezelf mijn wekker zet en dat ik iets nieuws heb ontdekt, gebruik ik hem eigenlijk bijna 24/7. Wat namelijk super handig is om te doen en wat ook je helpt om jezelf te organiseren en een beetje te plannen, kan je namelijk de timer app gebruiken om jezelf te timen, letterlijk, om iets te gaan doen. Bijvoorbeeld, je zet je timer op 30 minuten, dan kan je 30 minuutjes aan de slag en dan neem je een korte 5 minuten pauze. Dat kan je allemaal aangeven op de timer. Dus je kan bijvoorbeeld het rastertje draaien en dan op 30 minuten zetten. Dan druk je op start en dan geeft hij jou een soort van plingetje, een wekkertje, als de 30 minuten om zijn. Wat je daarna kan doen is bijvoorbeeld de timer op 5 minuten zetten en daarna gaat hij weer aftellen van 5 tot en met 0. Dit zorgt ervoor dat je uiteindelijk veel meer, meer tijdbesef hebt. Dus dan heb je gewoon zeker weten dat je strakke vaste planning hebt. Van oké, ik ga nu 30 minuten leren bijvoorbeeld voor een vak. En 5 minuten pauze. 30 minuten leren, 5 minuten pauze. Dus deze timer app zorgt voor een georganiseerd hoofd. En ik vind het zelf echt een top app. Dan gaan we verder met ook iets wat standaard op je telefoon staat. En dat is namelijk notities. En waar ik dus achter kwam, is dat je verschillende lettertypes kan doen bij je notities. Dit zorgt ook weer voor organisatie en ik vind het zelf er ook gewoon heel erg leuk uitzien. Hoe kan je dat bijvoorbeeld doen? Als ik bijvoorbeeld typ hallo, dan zie je al dat die dik gedrukt is. Wat je dan kan doen is hem selecteren. Dat doe ik door middel van twee keer op de tekst te drukken. En dan druk ik op de twee A'tjes onderin de balk. Je kan kiezen voor bijvoorbeeld een titel, een koptekst, een subkop en ga zo maar door. Dat zorgt dus eigenlijk voor dat je gelijk al een soort van overzichtje kan maken. Dus bijvoorbeeld als ik op koptekst druk, dan zie je al dat het lettertype een beetje verandert in een wat minder dikke letter. Wat ik zelf heel erg leuk vind is de niet proportioneel. Lastig woord, want die heeft een beetje een soort van oude typemachine vibe. Wat je ook kan toevoegen is een streepje, zo'n soort om een lijstje te maken. Je kan bijvoorbeeld ook een cijfer daarvoor toevoegen of bijvoorbeeld een punt. En die kan je ook nog eens naar verschillende plaatsen toe bewegen. De notitie app heeft nog veel meer mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld ook gewoon een soort van checklist te maken. En als je dan bijvoorbeeld opschrijft, bijvoorbeeld als je op vakantie gaat en je maakt een lijstje van wat je mee wil nemen, dus bijvoorbeeld een tandenborstel, dan kan je namelijk als je op dat rondje tikt hem afvinken. En zo kan je dus eigenlijk een lijstje maken die je meestal eigenlijk op papier maakt om het af te vinken. Kan je er gewoon ook heel erg makkelijk op je telefoon maken. Een fantastische app en die ook eigenlijk zorgt voor een hele andere look is namelijk Characters. En Characters is een app waar je allemaal symbolen op hebt. Bijvoorbeeld een sterretje. En die kan je dus eigenlijk toevoegen waar je maar wilt. Het is dus eigenlijk een soort van smiley, maar dan echt veel leuker. Je hebt namelijk bijvoorbeeld het sterretje.
En als je die kopieert, kan je die op elke manier gebruiken. Dus bijvoorbeeld, ik wil heel graag bij letters een leuk sterretje erachter zetten. En niet zo'n sterretje zoals bijvoorbeeld die smileys, maar gewoon een heel erg leuk sterretje die ik net heb gedownload. Dan zie je dat ik bij letters nu een heel erg leuk sterretje heb toegevoegd, wat gelijk echt een hele andere look geeft. Ook kan je bijvoorbeeld het sterretje gebruiken voor je Instagram stories. Dus ik heb eventjes een random foto gebruikt van mijn Instagram stories. Dan druk ik op plak. En dan krijg ik dit superleuke sterretje die ik dan ook weer kan gebruiken in mijn Instagram stories. Dan gaan we door met de apps die je echt moet hebben op je telefoon. Ik heb namelijk een paar apps waar ik echt niet zonder kan. En die wil ik graag met jullie delen. Dan voor alle meiden onder ons, de menstruatie app. Ik gebruik zelf Flow. En ik vind dat zelf echt een hele fijne app om mijn menstruatie te plannen. Zodat ik kan zien bijvoorbeeld wanneer ik ongesteld word en wanneer niet. Dus dat is eigenlijk wat de app inhoudt. En ik vind het zelf dus echt een mega fijne app, omdat die ook gelijk aangeeft wanneer je weer ongesteld wordt. Dus je vult in wanneer je ongesteld bent. Je kan bijvoorbeeld de symptomen aangeven. Heb je veel bloedverlies, weinig bloedverlies? En dat is ja, zolang je cyclus loopt. En daarna kan je ook nog eens zien in de app wanneer je weer ongesteld wordt. Wanneer die verwacht dat jij weer ongesteld wordt. Als je onregelmatig bent, is dat natuurlijk even wat lastiger. Maar als je wat regelmatiger wordt op een gegeven moment, dan kan het zijn dat deze app echt een must is voor jou. Ik laat bijvoorbeeld even nu zien in april. Hier zie je bijvoorbeeld mijn period, dag 6. Ik ben namelijk 6 dagen. En zo kan ik dus aangeven wat mijn symptomen zijn. Dus hoe is je menstruatie? Licht, medium of ja, veel. Je kan bijvoorbeeld je mood aangeven, waar je last van hebt. En dat kan je eigenlijk de hele tijd bijhouden. Wat echt super handig is, omdat je natuurlijk ook daardoor een beetje kan tracken van hoe je precies bent. En ten tweede is het ook gewoon heel erg handig als je het dan bijvoorbeeld vergeten bent. Dan kan je dat gewoon rustig opslaan en hoef je er niet meer over na te denken. Dan hebben we de app PhotoMiney. Ik weet niet precies hoe je het precies uitspreekt. Het is een beetje lastig uit te leggen, dus ik zal het even laten zien door middel van een Polaroid. Ik heb hier bijvoorbeeld een Polaroid met mij en mijn beste vriend. En als je dan zoekt op Start Scanning, dan kan je die voor de camera houden. Dan hou je hem ongeveer 3 seconden in. Even kijken. Zo. Dan is hij in processing. En zo zie je dat je dus nu de Polaroid foto letterlijk in je galerij hebt staan. Hoe fijn is dat? En dit kan je echt niet met een normale camera doen. Dan heb je altijd weer last van schaduwen of dat je bijvoorbeeld tegenlicht hebt. En nu heb je gewoon letterlijk de foto al in je camera al staan. Hoe fantastisch is het als je bijvoorbeeld echt een hele leuke Polaroid hebt gemaakt. Maar ja, je wil hem graag ook op je telefoon hebben. Dan kan je hem ook gewoon letterlijk downloaden. Dan gaan we door met de computerorganisatie tips. En dit zijn wat meer tips die echt een beetje wat technischer zijn. Dus let goed op en ik ga jullie gewoon lekker meenemen in het proces. Zo, we zijn even verhuisd naar een andere positie, want ik wil jullie graag meenemen in mijn MacBook. Er zal ook even een schermafbeelding of schermvideo doorlopen, dus zo kan je de ene keer mij zien en de andere keer zie je gewoon mijn scherm, wat ik precies aan het doen ben. Ik ga beginnen met de korte tips die je gewoon in instellingen kan vinden. Dus open je instellingen op MacBook en zo kunnen we snel aan de slag. Oké, ik ga nu naar mijn instellingen toe en dat staat gewoon hier. En wat je dus nu gaat doen is het instellen van de dark mode, de donkere modus. Want ik vind het zelf wat fijner kijken om helemaal mijn MacBook in wat donkere kleuren te hebben staan. Veel mensen hebben bijvoorbeeld nu ook in het wit staan, maar je kan dus nu ook donkere modus doen. Dus ik zal je laten zien hoe je dat kan veranderen. Je gaat naar algemeen en dan kan je op de bovenkant zie je al weergave licht donker automatisch. Wat betekent dat nou? Als ik nu op een licht klik, dan wordt het hele scherm wit. En dat zijn dus alle kleine puntjes of alle kleine symbolen, die worden dus allemaal wit. Dus bijvoorbeeld hier de balk aan de bovenkant, die wordt dus ook wit. En als ik hem dus nu in de donkere modus zet, zie je al dat alles weer donker wordt. Ik vind zelf de donkere modus wat mooier, gewoon wat chiquer staan. Dus vandaar ook dat ik hem daarop ingezet heb. Dan gaan we verder met de accentkleuren. En dit vind ik zelf echt zo super leuk. Want je kan dus eigenlijk je hele MacBook zelf ook van binnen helemaal pimpen. Dus je kan kiezen voor bijvoorbeeld blauw, wat eigenlijk heel standaard is. Maar kan ook bijvoorbeeld voor paars. En je ziet al dat alle kleine deeltjes, die bijvoorbeeld meestal dus blauw waren, worden dus nu paars gekleurd. Je hebt ook roze en je hebt ook gewoon super makkelijk basic grijs. Ik vind oranje heel erg leuk.
Ik heb zelf nu gewoon op blauw staan, omdat ik dat gewoon lekker basic vind. Maar je kan bijvoorbeeld nu ook een op oranje zetten. Dat geeft gelijk een hele andere look. Dan gaan we verder met wat je misschien al is opgevallen. En dat is namelijk dat ik geen dock heb. Dus dat balkje onderin. Waar al je apps staan die je gewoon makkelijk kan aantikken. Ik heb hem wel, maar hij popt alleen maar op als ik met mijn muisbutton naar beneden swipe. Dus als ik hem bijvoorbeeld met mijn muis naar beneden ga. En ik leg hem ongeveer op het midden van het scherm aan de onderkant. Dan popt hij op en dan komen dus alle appjes naar voren die ik heel erg snel makkelijk kan gebruiken. Dus hoe doe je dat nou? Je gaat naar systeemvoorkeuren. En dan klik je op dock. En dan klik je op toon verberg automatisch. En als je die hebt aangevinkt, dan gebeurt precies hetzelfde als bij mij. Dat je hem aan de onderkant, als je daar je muisknop hebt, dan komt hij omhoog. Maar als je dat dus uit hebt staan, dan blijft hij gewoon standaard daar staan. Misschien was het je al opgevallen, ja, mijn achtergrond. Ik vind het zelf echt heel erg leuk om te variëren met mijn achtergronden. En deze heb ik zelf gemaakt. En ik zal eventjes laten zien welke app ik onder andere gebruik. De website die ik hiervoor gebruik heet Canva. En dit is eigenlijk gewoon de website waar ik gewoon de plaatjes in toevoeg. Ik kies zelf de plaatjes uit. Ik kies zelf de kleurcodes uit. Maar dit is eigenlijk gewoon de verzamelapp waar eigenlijk alles samenkomt. Zoals je ziet zie je hier mijn achtergrond. En dit zijn eigenlijk allemaal kleine plaatjes los van elkaar die ik gewoon in een soort collage heb neergezet. En zo dus eigenlijk voor heb gezorgd dat het gewoon een hele leuke look heeft gegeven. De foto's die ik heb gebruikt zijn van Pinterest. En ik zal eventjes laten zien welke zoekfunctie ik gebruik om uiteindelijk tot deze foto's te komen. Ik ga dus nu naar mijn Pinterest toe. En een van de zoektermen die ik vaak gebruik is outfit. En hier zie je dus echt al heel veel leuke plaatjes. Zulke plaatjes kiezen ook meestal uit. Een beetje van die met truitjes en zo. En ik vind zelf echt met een beetje kant wat je een beetje ziet, vind ik ook heel erg leuk. Dan is het dus eigenlijk gewoon een kwestie van alles bij elkaar toevoegen. En een beetje een mooie compositie van maken. En zo heb je dus een achtergrond. En dan iets meer technisch. En dat is, zie je ook gelijk ook op mijn scherm. Namelijk de achtergrond veranderen van de mapjes. Dus het mapje die eigenlijk meestal gewoon blauw is. Die kan je dus nu gaan veranderen in een heel erg leuk plaatje. Dit heb ik gezien bij een YouTuber. En ik wil dus ook alle credits aan haar geven. Maar ik wil graag ook in deze video even dit laten zien. Omdat ik het echt een top tip vond. De YouTuber waarvan ik het heb gezien is Julia Key Christ. En zij maakt meerdere van dit soort video's. Dit was een van de meest favoriete tips die ik van haar heb gekregen. En ik wil die graag dus delen met jullie. Maar dan weten jullie dat ik die niet zelf heb bedacht. Oké, laten we beginnen. Allereerst gaan we naar onze website, onze Safari. En dan typ je op je zoekbalk in hard PNG transparant. Eigenlijk alles kan, dus daar is eigenlijk de keuze reuze. En waar je voor gaat zoeken is een afbeelding die van die blokjes geeft. En dat zorgt ervoor dat dus de achtergrond transparant is en dat je eigenlijk alleen het symbool, dus het hartje, krijgt. Dan selecteer je hem, of ik sleep hem tenminste naar mijn bureaublad toe, naar mijn hoofdpagina, en dan kan je hem dus gebruiken. Waar we dus eerst mee gaan beginnen is dat we naar archief gaan en dan klikken we op een nieuwe map. En dan verschijnt hij, dan is hij dus heel erg saai blauw. En we willen dus nu dat er dus een hartje opkomt. Wat je doet is, je gaat met je vinger gewoon op je touchpad en dan druk je op control. Hier krijg je dan heel veel opties en dan klik je op tooninfo. Als je dat eenmaal hebt gekregen, dan kan je dus nu je afbeelding gaan aanpassen. Wat ik dus nu ga doen, is dat ik nu op transparante hartje klik. Dat doe ik door middel van twee keer te tikken. En dan ga ik naar Command A. Dit zorgt ervoor dat hij de hele afbeelding selecteert. Dan druk je op Command C om het te kopiëren. En wat je dan doet, is dat je met je muis weer naar de info gaat van het mapje. En dan druk je op Command V. En dan verandert hij dus nu in een hartje. Nu gaan we het eindresultaat bekijken. En zo zie je dat nu het mapje dus nu een hartje is geworden. En hoe schattig ziet dit eruit? Ik ben benieuwd welk symbooltje jij zou kiezen. Dus laat het even weten hier in de comments. En ik ben benieuwd of het lukt. En uiteindelijk dat je een hele eigen georganiseerde computer krijgt. Nu dat we alles georganiseerd hebben, heb je denk ik wel voldoende al gedaan vandaag. Dus ik ben benieuwd wat jij morgen gaat doen. Dus laat het even weten hier in de comments. En dan zie ik je volgende week weer bij een nieuwe video. En dan zeg ik je dan. Doei doei!